11e editie van de Muzikantendag in de Ancien Belgique in Brussel op 23 november beloofde anders te worden. Onder het thema Get Inspired ging het evenement van start. Wij volgden de band Modern Art uit het Gentse op deze dag. Wanneer zijn jullie begonnen met jullie band? We zijn begonnen in 2011. Ze begonnen met repeteren, maar echt optreden vanaf 2012. Is het uw eerste bezoek aan Muzikantendag? Ja, het is een allereerste keer. En voorlopig is het wel zeer interessant hier. Je hebt de licht al kunnen opsteken. Ja, al veel leuke tips gehad en zo van professionals in het vak. Jullie hebben juist demo feedback gekregen. Heb je er iets van opgestoken? Ja, ze hebben heel goede gerichte feedback kunnen geven over hoe dat we nummers moeten opbouwen. Het is een max voor onze professionals een keer te horen wat ze vinden van die nummers. Hè. Ja, het was zeer interessant. Het waren twee warme mensen. En ze hebben vooral gepost naar wat onze verdere plannen zijn. Of dat we klein gaan beginnen en concerten gaan doen. En waar we naartoe willen en zo. We gaan voor inspirerende sessies. Dat gebeurt hier in de concertzaal van de AB. En we hebben daarvoor drie onderwerpen uitgekozen. Het album als statement, On the Road en Signature Sound. Er zijn heel veel interessante artiesten. Maar wat ik de vorige keer eigenlijk heel tof vond, was dat je overal van alles mocht doen. En nu heb je dat niet. Dus dat voor mij is dat anders. Het is minder interactief. Ja, alhoewel dat je hier je heel hard kunt uitleven met de drums en synthesizers en zo. Dat is gewoon een bas die vrij goed klinkt. Die, ja, je kunt dat niet met alle bassen doen, maar dat was... Voilà, hier. Dat geeft al zo'n vette onderlaag waar de rest op verbouwd wordt en zo. Vooral de inspiratie die we met deze editie willen geven, dat is op een heel ander niveau dan we vroeger deden. De dag is nog niet om, maar bent u tevreden tot vandaag? We zijn heel tevreden. We hebben juist, ik kom juist nog uit de concertzaal. Die heeft voor elke sessie al afgeladen volgezeten. Ook de iets drogere sessies met ons popadvies, waar we het over het bouwen van een repetitiekot hebben of het Sabam-statement en al dat soort zaken. Ook daar zit constant volk. Dus ja, ik zie ook gelukkige gezichten rondlopen. Dus ik ben absoluut heel tevreden.